fresh. Ik ben bezig met een nummer op de Domino Theory LP. Yeah. En wat is dat, Domino Theory? De Domino Theory, dat is Root Boy, well, mij en nog een paar andere mensen, MC Deems en Iwan en Rob. Kijk, rap in Nederland is er, maar we zullen een positie moeten halen. Domino Theory is op gebaseerd dat wanneer één steen valt, dat de rest hopelijk zullen volgen. En wij gaan ervan uit dat we één van die stenen zijn. En daar is de hele Domino Theory op gebaseerd, op het domino principe. We hebben het eerste nummer hebben we, zeg maar, opgenomen. Ja. En we gaan nu verder. We proberen nu te shoppen eigenlijk, zeg maar, een beetje bij een goede maatschappij neer te zetten. Shoppen? Ja. Ja, we nemen bandjes en versturen we. In ieder geval voor Nederland proberen we alvast een soort release planning te krijgen. En naast doe jij bijvoorbeeld ook meer zogenaamd commerciële projecten. Ja. Ik doe dus nu op dit moment het project King Bee. Ja. Dat gaat vrij goed. We zijn pas in Engeland uitgekomen. Dat is samen met een oude collega, een rapper. En zijn naam is Prime. Ja. Dat is een beetje, dus een house project wat ik doe. Hij doet hip house. Dus de Engelse versie. Dus Engels. Ja. Ja. Dus. Nou, dat is wel leuk, hè. Ik bedoel, dat had ik nooit verwacht eigenlijk, in principe. Ik dacht gewoon een beetje een hip-house plaatje maken. Ja. Wel een beetje met mijn eigen gedachtegang. Het heeft wel de drive van een normale hip-house, maar toch een beetje... Ik probeer toch altijd een beetje iets anders te doen. Of in de mix, of in wat dan ook. Ik probeer niet op de hitmarkt echt te scoren of zo, maar... Ja. Het is zo, ik ben begonnen eigenlijk als een club DJ. Hè. En ja, dan heb je toch een beetje een mainstream dans gebeuren. En daarin kan ik me wel vinden. En dat is ook de house en garage, alles, alle facetten van het dans gebeuren, daar kan ik me wel in vinden. Dus daarom kan ik ook, vind ik, dat ik ook zo'n nummer kan maken. Ja. Maar wel op mijn eigen manier gewoon. Ja. Niet van yeah, oeh, is in. En dat ik daar een sample ervan neem. Nee, ik wil het gewoon op mijn eigen manier doen. Kijk, hier begint toch alles van wat ik gemaakt heb. Dat is King Bee, The Domino Theory, alles. Dat begint hier? Dat begint hier. Waar begint het precies, met dit apparaat? Nee, het begint hier al. Oh, waar zo? In het hoofd. Hier begint het, ja. Ik doe niet zomaar dingen. Nee? Ik wil niet zomaar samples, obvious samples gaan gebruiken. Ja, random bullshit. Je moet altijd eerst met een concept komen, waar gaan we het over hebben. Okay, en dan ga je zeggen van, misschien ook nog van in wat voor flow wil je het zetten, weet je, op wat voor manier wil je het rappen. Wat is flow? Ja, dat is wat voor manier het eigenlijk wil rappen. Ja, de ritmiek van het rappen. Ja. Dus dan kan je zeggen van, nou, we doen een snel nummer of we doen een langzaam nummer. Ja. En bijvoorbeeld een nummer met Root Boy, wat we als introduction willen gebruiken. Ja. Dat is een beetje een swingbeat-achtig nummer. Dit? Ja. Dit is een rising call of the domino. Ja. Weet je, dat heeft een beetje dan die swingbeat... Dat staat op een floppy? Dat staat allemaal op een floppy. Hier heb je floppy voor je sounds en voor je sequences. En dan sample ik gewoon bepaalde sounds eigenlijk, in principe. Ja. Die in dienst staan van het concert. Ja. Ja. Wat doe je nou hier? Ja, dat is een sample wat ik opgenomen heb. Deze kan een 32 samples hebben. Weet je, dan zal ik verder. Ik snap er niks van, daar vind ik niks mee. Ja, technology, hè. Ik bedoel, we zijn een beetje opgegroeid met de computers, dus we spelen er een beetje erop in. Ja, dit is ons tijdperk. Ja, het is zo toch? Ja. Ik bedoel, als die dingen vroeger al waren, dan was die hele ontwikkeling volgens mij al eerder begonnen. Wat hoor ik nu trouwens? Wat is dit? On the shade of the Manitou. Wat is het gewoon? Dit is eigenlijk mijn statement van waar ik vanaf stam. Ja? Universeel. Universeel in principe. Dus niet, ik ben van Indiaanse afkomst dan, maar niet per se
niet per se zeg maar mijn stam of zo. Ik wil het een beetje universeel houden. Ja. Dat, dat normale mensen het ook een beetje begrijpen. Uh-huh. Daarom heet Honor the Shade of the Manitou. Ja, dat is dan. De schaduw van de heilige. Van de heilige, grote God. Ja, zeg maar. Indiaanse God. Uh-huh. En dan geef ik een beetje eigenlijk knowledge op mijn manier. Ja. Iedereen is met zijn black awareness bezig. En ik. Ik leef een bijdrage op mijn eigen manier. Ik gebruik Indiaanse instrumenten en de tekst gaat over de geschiedenis en over mij en de maatschappij en zo. En alle samples die ik erin gebruikt heb, die slaan op het nummer. Ja? Als je goed naar de bassdrums luistert, dan is het alsof er een ritueel aan de gang is, hoor je het niet? Het is Indiaanse drum, hoor je dat? Als je je ogen dicht ziet, dan zie je dat. Ik heb ook normale breakbeats erin gebruikt, zeg maar. Maar ook maracas en Indiaanse drums. Allemaal gesampled. Allemaal gesampled. En je hoort ook een klein stuk op de achtergrond de Indiaanse medicijnen. Maar. En hoe kom je daaraan dan, dat soort samples dan? Ja, het is makkelijk voor mij natuurlijk. Hij is naar Suriname gegaan. Ik ben ook in Suriname geweest. Ik heb, opgenomen? Ja, ik heb het ook opgenomen, stukjes. Kijk. Dus, in principe een soort grootvader van mij. Die is, medicijn. Want die Amerikaanse idealen die dit horen, ja. Ze begrijpen deze shit. Ja? Ja. 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 Ja, hoe weet je dat? Hoe weet je dat gewoon? Vertel. Nou, tijdens de seminar ben ik daar toevallig. Via één kennis ben ik zeg maar een paar Indiaanse mensen tegengekomen. Die heb ik dan dit laten horen. En ik bedoel, ze waren er echt diep van onder de indruk. Ja? Omdat ze begrepen wat ik ook zei. En ze begrijpen dit. Ja. Dat was daarom vind ik het zo mooi. Omdat hij heeft het gewoon veel breder gepakt. En dat is de klasse. Dat is moeilijk hoor. Dat is niet bijzonder hoor.